Het is hier mooi. Hm? Ja, heel mooi. Onze nieuwe buurt is heel mooi. Mama? Ja? Wonen hier ook veel kinderen? Ja, ik denk het wel. Hallo. Meneer. Jo. Hallo? Dag, ik ben Rick Mertens. Ik ben Koen Bosmans. Dit is Adita, mijn vrouw. Hallo. En dat daar is Samira, mijn dochter. Hallo. Wij komen hier wonen, op nummer 105. Aha, maar dan zijn wij buren. Ja, dit is mijn vrouw Mia. Goeiedag. En mijn zoon Daan. Hey. Wij wonen een beetje verderop, op nummer 111. Welkom. Dank u. Zeg, ik zie zoveel dozen. Ja. Kan ik misschien helpen? Graag. Dat is heel vriendelijk. Kom. Wil jij misschien iets drinken? Oh ja, ik ben een beetje moe. Ja. Wil je ook thee of koffie? Of heb je liever water? Thee graag. En wil je suiker? Een beetje suiker. Dank je. Alsjeblieft. Dank je wel. Oh, heb je graag een koekje? Ja, graag. Je bent zwanger, hè? Ja. Oh, proficiat. Dank je. En alles goed met de baby? Ja, alles goed met de baby. Ah. Wanneer komt de baby? Over een paar weken. En is het een zoon of een dochter? Het is een meisje. Ah. Een dochter. Mm. Je zegt het maar als ik met iets kan helpen. Ja, dat zal ik doen. Oké. Sorry. Mag ik iets vragen? Ja, natuurlijk. Waar is het molenplein? Ik moet naar het molenplein. Het molenplein. In Gent, maar ik weet de weg niet. Oké, ja, het molenplein. Je gaat hier rechtdoor. Daarna neem je de tweede straat links. En dan de eerste straat rechts. Dus eerst rechtdoor. Ja. Dan de eerste naar rechts. Nee. Eerst rechtdoor, ja. Daarna neem je de tweede straat naar links. En nadien de eerste straat naar rechts. Ja. Ik woon op het molenplein. Wandel maar mee. Oh, excuseer mevrouw. Ja, meneer. Mag ik iets vragen? Jazeker, meneer. Wel, wij zijn verhuisd. Mm-hmm. En u komt een adreswijziging doorgeven. Ik denk het. Wat is een adreswijziging precies? U komt een nieuw adres doorgeven. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb een nieuw adres, ja. Mijn vrouw, mijn kinderen en ik, wij zijn verhuisd. Dat zal niet meer lukken vandaag, meneer. Waarom niet? Ik moest naar de dienst burgerzaken gaan. Die dienst is gesloten. U bent te laat. Te laat? Dit zijn de openingsuren van het administratief centrum. Van maandag tot vrijdag, van 8 uur tot 13 uur. En van 14 uur tot 16 uur. Woensdagnamiddag tot 18 uur. Donderdagnamiddag gesloten. Kunt u misschien ook het... Zaterdagvoormiddag
van 9 tot 11:30. En voor... Vandaag is het maandag. De dienst is open van 2 tot 4 uur. Ja. Het is nu 16:30. 16:30. Ja. U bent een 30 minuten te laat. U kan morgen terugkomen of u kan de dienst ook bereiken via internet. Alsjeblieft, meneer. Dank u wel. Ik kom morgen terug voor 4 uur. Dat is goed, meneer. Dag, meneer. Hier is de volgende. Hier is het molenplein. Ah, we zijn er al. Ja. We zijn verhuisd. En dit is ons nieuw adres. Ja. Molenplein 105. Oh, wat leuk. Mijn adres is Molenplein 111. Wij zijn buren. Ah. Dan heb ik een slim buurmeisje. En ik een mooie buurjongen. Zeg.